Maar we zitten hier eigenlijk ook samen voor uw slippen, Jan. Waar is dat idee ontstaan van die slippen op mensen hun hoofd te zetten? Ja, het slipmuseum is gegroeid in een veertigtal jaar geleden. Wat ik vond, hoe zit die wereld in elkaar eigenlijk? En uiteindelijk hebben we allemaal een slip. Dus ik vind, je moet hier niet verstoeven. Of dat je nu rijk bent, beroemd bent, of dictator, of weet ik wel. Dus we hebben allemaal een slip. Dus uiteindelijk dacht ik, een slip op het hoofd. Iedereen begrijpt dat. Dat is iets populairs. En dat is iets directs. En ik dacht dat mijn bericht daarover, van kijk, we hebben allemaal een slip. Dus uiteindelijk zitten we allemaal in dezelfde miserie met onze slip. En voilà. Dus dat was dat idee. En in feite vond ik een relatief revolutionair idee. En wat mij interesseerde is dat iedereen iets direct begrijpt eigenlijk. Voilà. Dat was die slip. Ja, het beeld spreekt voor zich. Want als ze bij ons in de galerie passeren, dan zie je hun ogen zo gaan. Ook met de slip. En nu heb ik Oostense slip gemaakt. Slips van de land. Bart Tommelijn, Ensor Spiliaert en Mona Lisa hangt ook bij ons. Bovendien is het ook... En ook Philippe de Winter. Mij doet het ook denken aan de eerste... Ik weet niet of jullie bekend zijn met het oeuvre van Jan Bucquoy? Van het oordeuvre, ja. Het oordeuvre of zijn anarchistische biografie ook, om het zo. Of de Outstitution, het Outstitution parcours dat hij als kunstenaar ook volgt. Elke keer erger ik mij daar ontzettend aan, omdat ik wel... Ja, binnen die institutionele kunst bekakte wereld, zal ik zeggen, gewerkt heb. En dan zeiden ze altijd van, Jan Bucquoy, het is niet waar. Maar uiteindelijk is hij bekend tot in China. En Jan, je hebt ook in China tentoongesteld, hè? Ja, de Chinezen vinden dat ook plezant. Dus, behalve slip van Jan Bucquoy op het hoofd van Mao, dus dat komt er niet toe. Dus, Maar hij heeft het wel gedaan. Er zijn overal grenzen natuurlijk. En het plezante is die grenzen overschrijden, hè? Ja. Maar ik wou dus nu terugkomen ook naar de film, want een van de films die mij het meest ontroerd en gepakt heeft van Jan Bucquoy is niet, ja, sorry Jan, is niet Camping Cosmos die we hier gaan tonen, maar is de allereerste La Vie Sexuelle des Belges. Ik heb daarvan kippenvel gekregen en de tranen in mijn ogen en een krop. Ik heb dat eigenlijk nog nooit bekend aan Jan. Voilà. En daarin is er ook een scène waarin ik denk dat het Jan zelf is als kind. Een meisje verdedigt die gepest wordt met een vuile slip. Komt dat uit je biografische verleden, Jan? Absoluut. Ik maak alleen autobiografische films. Dat jaar, Vrijdag Vis, dat is een autobiografische film. Dus ik kan alleen vrij met een vrouw die naar vis ruikt. Dus het idee was een viswinkel te openen in Oostende. Dus dat was... Maar dat is dan geweigerd geweest nadat de zedenpolitie in die film ook heeft ingegrepen. Om nu terug te komen op die slip. En dus als ik het mij goed herinner vanuit de film, heeft Jan toen het meisje dat gepest werd op de speelplaats verdedigd wanneer de bullebak de slip van dat meisje op zijn kop zette. Ja, zo ben ik wel. Hè. En daar een dikke pak slaag ook voor gekregen. Dan is er ook nog een anekdote met tante Marta. Geen anekdote, maar het ook iets biografisch. Van heel groot belang, dat aan slippen gerelateerd is. Tante Marta die liep altijd in haar blote, dus een adelbeker. En dat is het enige steeds die mij gemarkeerd heeft, dat was een vrije vrouw zo. Dus normaal was allemaal adelbeker, toch ook wat katholiek en al. En dan plotseling, tante Marta was zo totaal vrijgevochten. Ging alle dagen naar de cinema, rookte sigaretten, dronk alcohol, had verschillende vrijers. Dus was iets die totaal in de jaren 50 onmogelijk leek. En die had ook nog een slip aan, want die deed alleen in de nof, die deed daar benen lopen en die piste gewoon. Dus die... En tegelijkertijd heeft mij, ze ging altijd met mij naar de cinema, heeft ze mij in feite een soort cultuur meegegeven, die ik normaal nooit gekregen had. Dus dat was heel belangrijk geweest, tante Marten. Maar toen ze zelfmoord, want na de beker pleegden mensen zelfmoord, dus die hangen zich op in de schuur. En ik was de eerste die haar ontdekt heeft, tante Marta. En ik heb gekeken onder haar rok en exceptioneel had ze een slip aangedaan. Met dan ook de boodschap daarin dat je beter je slip aan doet om gevonden te worden. Door het protocol. Dus die slip is iets dat me echt heeft gemaakt. Dus ik waarschijnlijk het enige wat ze gaan overhouden van mij is
die gast met die slips. Maar uiteindelijk, wat is het met zijn kunst? In België, de mosselen van Broodhuis en de slips van Bukwas. Ja, et la vie sexuelle des Belges van Bukwas zit ook in een mossel, hè? Ja. Dus ik denk niet dat het alleen de slips zijn die ze ervan gaan overhouden, omdat Jan toch ook elk jaar in de pers kwam omdat hij de koning attaqueerde. Ik ben op mijn... onthoofden dus. Ja, onthoofden. Dus, maar toch ook dat koninklijk paleis bestormde. Ik weet niet dat jullie zich dat nog herinneren. Ik was toen maar 13. En Jan, ik moet iets bekennen. Ik werd toen smor verliefd op Jan de Korte. Waar dat je toen die stembanaanpartij mee gestart bent. En zo ben ik eigenlijk al ja, dan ook indirect met uw werk in contact gekomen. Ja, het was vooral met Rossum en zo verder. Met Jean-Pierre van Rossum. Ik weet niet dat jullie dat nog herinneren. De Jean-Pierre van Rossum, stembanaanpartij. Voilà, daar zat Jan ook in. Dus ik denk dat we Jan wel van meer zullen herinneren dan een slip. Dus nu vrijdag vis, dat zeker? Ja, met plezier. Die Friday Fish Day die ik nog nooit live becommentarieerd door Jan gezien heb. Ja, oké, we starten. Ja. Méthode et sang-froid. De penser rationnellement les actions les plus irrationnelles, réfléchir sur les perversions les plus insensées. Comme tout bon philosophe, son dessein est de convaincre, enfin, excité de sa démarche, de l'univers libertin qu'elle parcourt malgré elle. Ce serait accéder d'une certaine manière aux sources du projet sadien, entrevoir son essence, lieu hors d'atteinte, nourriture qu'on amenait aux hypothèses. Oh, c'est une sorte